Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 12e eeuw. Gelegen aan de oevers van de rivier de Amstel begon de stad als een klein vissersdorpje. Maar al snel groeide het uit tot een belangrijke handelsstad, dankzij de gunstige ligging aan het water. In de gouden eeuw, tussen de 17e en 18e eeuw, was Amsterdam een centrum van handel en welvaart. De stad werd een belangrijke speler in de handel met Azië en de rest van de wereld. En de welvaart was duidelijk te zien in de prachtige grachtenpanden en monumentale gebouwen, die tot op de dag van vandaag nog steeds te bewonderen zijn. In de 19e eeuw veranderde Amsterdam in een industriële stad met de komst van fabrieken en de aanleg van het Noordzeekanaal. Maar ondanks deze ontwikkelingen behield de stad haar charme en bleef het een populaire bestemming voor kunstenaars en schrijvers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Amsterdam bezet door de Duitsers. Ondanks deze donkere periode in de geschiedenis wist de stad zich na de oorlog te herstellen en groeide het uit tot een moderne en bruisende stad. Vandaag de dag is Amsterdam een culturele en toeristische hotspot met zijn wereldberoemde musea, zoals het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum, en het bruisende nachtleven op de beroemde pleinen, zoals het Leidseplein en het Rembrandtplein. De geschiedenis van Amsterdam is overal in de stad te zien en te voelen. Van de smalle straatjes en historische gebouwen in de oude binnenstad tot de moderne architectuur in de nieuwe wijken. Amsterdam is een stad met een rijk verleden en een veelbelovende toekomst.